Mark, we hebben nieuws. Ja, het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat, hè? Je blijft nog een jaar bij FC Utrecht, minimaal. Ja, ja goed. Relatief laat in die zin. Maar dat komt ook omdat je in gesprek gaat met elkaar. Het is natuurlijk in die zin altijd een goed huwelijk geweest. En je gaat kijken wat wil je nog meer bereiken samen. En ook op het bepaald traject daarna uit te stippelen. En het is altijd in goed overleg gegaan. We hebben iets meer tijd nodig gehad. Uiteindelijk zitten we hier op de start van de voorbereiding. Ja, waarom heeft het even geduurd? Nou ja, omdat je een aantal zaken gaat afwegen. Het voetballende gedeelte, maar ook het maatschappelijke gedeelte daarna, waar je ook met elkaar over in gesprek gaat, over dat samen zien zitten. En ja, dat zien we zitten. Alleen ja, dat heeft al iets meer haken en ogen, zeg maar. Dus daar ga je met elkaar over in gesprek. En dat gaat in een hele goede harmonie. En daar ben ik ook heel dankbaar en dat vind ik ook heel fijn. En ik heb er zelf mijn eigen ideeën over. En dat komt allemaal goed samen. Nou, je gaat beginnen aan je 15e seizoen bij FC Utrecht. Ja. Dat is echt niet zeg. Ja, nee. Het is, er zijn wel meerdere voorbeelden. Maar ja, goed. Ik denk dat het hier sowieso bij de FC uniek is. En ik ben dankbaar voor de platform. En ik wil ook gewoon graag helpen om de club verder te brengen. Op wat voor manier dan ook. En de laatste jaren plukken we daar natuurlijk de vruchten van. Ja, ik merk wel dat het nog beter kan en daar wil ik heel graag aan mee helpen. De Totti van FC Utrecht. Ja, goed. Als jij het zo mag bestempelen, ik zou mezelf niet zo neerzetten. Maar ik ben vooral gewoon heel blij dat we nog een jaar met elkaar samen gaan werken. En hopelijk om weer een extra stap te zetten. Wat geeft jou die kick, die drive, om voor dit 15e seizoen bij FC Utrecht te kiezen? Nou, als je ziet hoe de club in beweging is en waar het hoe het was toen ik begon en waar we nu zijn. Alleen maar kijken naar waar we nu dit interview bijvoorbeeld houden. Ja, dat is gewoon, ja, dat is denk ik gewoon bijzonder. En ik heb inmiddels zo'n band ook met die club. Dus dat je wilt ook dat nog beter wordt. En die combinatie van het ambitieuze niveau wat hier heerst. Gekoppeld aan mijn eigen ambitie en het idee om samen iets te kunnen bereiken. Ja, heeft ervoor gezorgd dat we hier nu weer zitten. Ja, nu heb ik ooit gezien dat Bram van Polen bij PEC Zwolle in zijn contract liet opnemen. 1 biertje gratis voor alle supporters. Ja, ja. Heb je ook wat moois in je contract laten zetten? Nou, dat is toch wat het moeiste bij Jordi? Nee. We hebben gewoon een goede harmonie. Maar inderdaad, dat stukje van Bram, dat heb ik ook wel voorbij gezien. Maar dat is iets heel moois van Bram en van PEC. Maar om dat niet te gaan napen. En jij bent toch ook creatief? Ja, nou, dat valt tegen. Dat valt tegen. Nee, het is, dat is mooi voor Bram en voor PEC, maar niet voor mij. Nee, we gaan er niet omheen draaien dat jij ook heus wel met de club hebt gesproken over je maatschappelijke carrière. Ja. De toekomst na een actieve loopbaan. Ja. Wat is daarover duidelijk geworden? Nou, wat ik net al zei, ik heb bepaalde ideeën en ambities ook op dat gebied. En dat maak je kenbaar. En de club had daarin ook al uitgesproken dat ze me graag wilden behouden voor na het voetballen, wanneer dat ook is. Ja, dat is eigenlijk nog een beetje algemeen en nog niet echt concreet, omdat ik dat ook niet per se zo voor me zie. Maar ik heb wel bepaalde, wat ik zeg, ambities erin, heb me kenbaar gemaakt. En daar willen de club en ik ook samen in optrekken. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat de club er ook blij mee is. Ja, natuurlijk zijn ze er blij mee. Ja, nee. En het is, wat ik zeg, een hele goede harmonie gegaan. En goed, ook dat geeft wel energie. Maar ja, mijn focus ligt echt nog wel op wat er hier gebeurt. En dat voelt ook nog niet klaar. Dus daar wil ik echt nog ook stappen inzetten. En tegelijkertijd is het mooi om dat stukje daarna ook al een beetje meer vorm te geven. Ja. Ja, wordt het je laatste actieve jaar, denk je? Nou ja, goed. Uiteindelijk word je ouder. Ik word deze zomer 34. Maar goed, de gesprekken zijn dus wel zo dat je daarin blijft monitoren. En in hoeverre je met elkaar nog blij bent voor elkaar, met elkaar op dit gebied, zeg maar. En dat is ook een fijn en goed gevoel. En daar, ik denk, hoe ouder je wordt, hoe minder lang vooruit je kan plannen. En dat leven een beetje bij de dag. Maar ik merk ook deze vakantie wel dat ik nog heel erg gemotiveerd ben om hier nog meer successen te behalen. En dat leeft wel heel erg. En dat moet ook gaan gebeuren dit jaar. En dan
zien we wel weer hoe het gaat eindigen. Ja, de focus gaat uiteraard nog lekker liggen bij zelf spelen. Maar wordt het in de toekomst iets voetbaltechnisch of meer commercieel? Ik heb daarbij aangegeven dat het voetbaltechnisch in eerste instantie niet mijn eerste drijfveer gaat zijn. Dus dat zou dan meer de beleidsmatige kant gaan zijn. Alleen daarin moet ik mezelf ook wel tijd en rust gunnen. En ik wil daarin ook nog ontwikkelen. Dus, en dat stukje, daar hebben we het over, met name over elkaar over gehad. En, dus dat, ik denk niet zozeer dat ik in de trainers. Maar goed, je weet het nooit. De toekomst staat in de sterren geschreven. En ja, goed, dat is ook, dat gaan we wel zien. Hey, nu trekken we zo meteen weer lekker die pinnen aan. En dan mogen we weer. Ja, zeker. Zin in. Ja.